kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag ben ik samen met Nervion. Nervion en ik gaan namelijk samen jullie uitleggen hoe je een hoef moet uitkrabben. En deze video is speciaal voor de allemaal wat jongere paardenfans of paardengekken die eigenlijk nog niet zoveel ervaring hebben met paarden. En vandaag gaan wij dus aan jullie uitleggen hoe je dus veilig een hoef moet uitkrabben. En ik heb hier Nervion bij me als assistentie voor zijn hoef. Ja, Nervion. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Vergeet zeker niet vast te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je vaker dit soort video's wil. En dan gaan we beginnen. Als je voor het eerst een hoef gaat uitkrabben bij een paard, ga je naast het paard staan. En dan ga ik vaak met mijn hand van de bovenkant naar zijn been naar onderen. Zodat hij weet dat ik zijn been wil en dan weet hij dat je daar staat. En eigenlijk kan je met je schouders tegen zijn been aanduwen als je wilt dat zijn voetje omhoog gaat. Maar sommige paarden, zoals Nervion, die geven ook gewoon een voetje als ik vraag of hij een voetje geeft. Als je dan de hoef hebt, dan kan je beginnen met uitkrabben. En dat doe je natuurlijk met een hoevenkrabber. En het gedeelte waar je niet kan krabben, dat heet de straal. Daar zitten namelijk allemaal zenuwen van een paard en dat kan pijn doen als je daarop komt. Dus zorg ervoor dat je om de straal heen krabt. En ik doe zelf ook altijd de groefjes van zijn hoeven, want daar zitten ook vaak heel veel steentjes die erin blijven zitten na het rijden. Dus probeer alle steentjes eruit te halen en daarna kan je nog met een borsteltje alle zand weghalen. Wat ook nogal belangrijk is om erbij te vertellen is dat als je je hoef uitkrabt, dat je altijd met de hoevenkrabber van je afkrabt. En eigenlijk nooit naar je toe, want als je een keer uitschiet, dan kom je natuurlijk tegen jezelf aan. En als je van je afkrabt, dan krijg je dat niet. En eigenlijk ga ik zo verder met alle hoeven van een paard. Als laatste is het natuurlijk ook wel eventjes handig om alles wat uit de hoeve is gekomen eventjes op te vegen en weg te gooien. Nou, ik hoop dat jullie nu allemaal weten hoe jullie veilig een hoef uit moeten krabben. En dat jullie deze video leuk vonden. Er zijn vast dingetjes die misschien op je manege anders worden geleerd. Of dat jullie die anders doen. Maar dit is eigenlijk hoe ik veilig een hoef uitkrab. En er zijn natuurlijk heel veel soorten manieren van. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je deze video leuk vond. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!